Goedendag, dames en heren. Regenachtige dag in het wonderschone, toch troosteloze Nijkerk. En ik sta hier voor een nieuwe editie van het legendarische en meerdelige televisiefeuilleton Lullend Voorspellen. Dank weer voor het insturen van alle fijne handicaps en tegenprestaties. Ik ben benieuwd. Het gaat om een keuken. De opdracht. Martijn moet 15 woordgrappen in zijn praatje verwerken. En de tegenprestatie is met de zoon en dochter van mevrouw Schippers Leenman uit Culemborg Pokémons zoeken. Bent u overigens echt getrouwd? Of is het een Leenman? Ik ben warm. Oh, dit is een cadeautje. Onbewoond kookeiland. Daar zit Pit in. Goedemiddag. Goedendag, Schotel. Hallo. Hi. Hi. Pim van der Meer, hallo. Evelien Jant. Waarmee mogen we van dienst zijn? Ik wil graag een paar keukens zien. Laat maar gewoon zien. In principe kan je bij ons alles mixen matchen. Moet het eigenlijk een oven zijn? Of een magnetron ook? Maar ik heb ook stoomovens. Laat zien. Zal ik die laten zien? Ja, nu komen we op stoomoven. De stoomoven heeft een reservoir ergens. Niet. Jeetje, je weet me nog te verrassen ook. Dit heb ik nog nooit gezien. Ik dacht, die stuurt me van het keukenkastje naar de muur. Maar je hebt me gewoon echt weer een hele fijne noviteit laten zien. En waar zet je al je spullen dan? Want ik wil even zien of alles hier dan goed ook onder de pan is. Bij elke moderne keuken hoort tegenwoordig een kraan. Ja, er staan allemaal kranen met tuiten. Kranen met tuiten? Ja, wat een kranendal. Zullen we door? Wat goed is van deze keuken, het is ook wel heel erg fraai, is dat je de oven op hoogte in kan bouwen. Voor de vliegende ovenschotels. Oh, kijk, dit ook. Dit zit ook ingebouwd. Ja, ik dacht eerst dat hij niet af was. Maar hij zit erin. Hartstikke mooi. Maar ik wil ook weten wat je nou, als je hier werkt, allemaal moet laten zien. Heb je bijvoorbeeld een test moeten doen eerst? Of was je cv genoeg? Enorm bedankt, Pim. Graag gedaan. Veel succes hier. Bedankt. Tot ziens. 1 en de groente. 2. Binnen de tijd. Dag.